Ik ben Patrick Roest en dit is mijn eerste jaar bij schaatsteam Regenborg. Het gaat erg goed met me. De eerste wedstrijden zitten er nu op. En het niveau is erg goed. Dus ik ben lekker uit de zomer gekomen en ik kijk heel erg uit naar de winter. Heerlijk om weer in Insel te zijn. Altijd als je hier komt, dan heb je echt het gevoel dat het schaatsseizoen weer staat te beginnen. En ik kom al van kleins af aan in Insel, dus het voelt altijd een beetje als thuiskomen. En buiten de trainingen om kun je hier ook gewoon lekker genieten. Het is erg spannend. Ik heb natuurlijk 7 jaar lang op dezelfde plek gezeten. En dan is het een grote stap om naar een nieuwe omgeving te gaan. Maar het voelde wel een beetje als thuiskomen. En de samenwerking is top met de trainers en ook met de andere rijders in de ploeg. Dus de sfeer is goed en ik kijk uit naar een langere samenwerking. De grootste verandering voor mij dit jaar is wel dat de aanpak is heel persoonlijk en alles kan in overleg gaan. En dat is voor mij wel heel fijn. Als je dan een keer een mindere dag hebt, dat je daar gewoon met je coaches over kan praten en daar de trainingen ook weer worden aangepast. En ik denk dat ik daar alleen maar beter van word. Na het schaatsseizoen, als we even een paar weken niet hoeven te trainen, vind ik het heel fijn om naar het boerenbedrijf van mijn ouders te gaan en daar gewoon een beetje te helpen tussen de koeien en op de trekker. Dat brengt mij wel echt tot rust en dat helpt je ook even het vergeten van het schaatsen. Ja, je bent al de hele week bezig met het schaatsen en het is lekker als je dan even wat anders aan je hoofd kan hebben. Ik vind het een erg spannend seizoen, omdat het mijn eerste jaar is bij schaatsteam Regenborg. Maar ik kijk er heel erg naar uit en ik hoop mooie dingen te laten zien. En het piekmoment is toch wel het weken afstanden in Heerenveen. En het zou mooi zijn als ik daar heel goed kan rijden.